Mijn moeder is van Surinaamse afkomst en mijn vader is van Molukse en Indonesische afkomst. Mijn vader komt uit Nederland, uit Rotterdam om precies te zijn. En mijn moeder komt ook uit Rotterdam, maar is van Molukse afkomst. Mijn vader die is Moluks en mijn moeder die is Nederland. Nederland is enorm verdeeld de laatste tijd. Best vervelend, want het telt 200 nationaliteiten, waaronder Surinamers, Molukkers en Ghanese. Wat weten we van ze en wat is hun relatie met Nederland? Hoe zijn ze hier terechtgekomen bijvoorbeeld? Op school wordt het je niet verteld, daarom vertellen wij het. Mijn oma is een Nederlandse vrouw en mijn opa die komt van Ambon, van de Molukken dus. Mijn opa zelf heeft inderdaad in een kamp gezeten in Westerbork om precies te zijn. Zijn vader was een kneelsoldaat. Mijn vaders kant is Moluks. Die zijn met de oorlog, na de oorlog eigenlijk hierin gekomen in Vught. Ja, ik ben eigenlijk voornamelijk opgegroeid bij mijn moeder, dus eigenlijk weet ik niet zo heel veel. Dus ik ben er voornamelijk gewoon om te leren. Ik weet wel waar ik vandaan kom, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik weet niet hoe het eruit ziet daar, dus ja. En as I remember the story you telling me many years ago, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, afgekort KNIL, bestond veelal uit Molukse militairen die in Nederlands-Indië moesten vechten voor Nederland. Ze waren erg belangrijk voor de Nederlandse staat. Maar toen in 1950 de Republiek Molukken Selatan, afgekort RMS, werd uitgeroepen, was er voor deze Molukkers geen plek meer. Nederland had de Molukken een eigen staat beloofd. Nadat Nederland de strijd tegen Indonesië had verloren, weigerde Nederland de onafhankelijke staat te erkennen, omdat zij dit een opstand van de rebellen vonden. De Molukse militairen zaten als voormalig strijder in het Nederlands leger tegen Indonesië in een benarde positie. Als tijdelijke oplossing werden de 4000 Molukse knielsoldaten samen met hun gezin naar Nederland gehaald. Want werken mochten ze ook niet. Zaten er nog hekken om dit kamp toen? Ja, toen wel. Molukkers werden doelbewust in oude gevangenissen, concentratiekampen en kazernes geplaatst. Dit omdat de Nederlanders niks moesten hebben van integratie en de Molukkers zich niet mochten mengen in de Nederlandse samenleving. Ook mochten zij niet werken, omdat zij uiteindelijk toch terug zouden gaan. Maar het onvermijdelijke werd snel duidelijk. Terugkeer naar het vijandige Indonesië was geen optie meer. Het was toch ook niet de bedoeling dat Molukkers en Nederlanders dat ze echt zouden integreren? Zeg maar. Nee, daar was... Zeg maar ja, ik vind het wel belangrijk dat mensen dit weten. Ik vind het heel belangrijk dat ik vandaag heel veel geleerd heb. Het opent ook weer mijn ogen dat ik eigenlijk dus over heel veel, heel weinig weet. Snap je? Ja. Doordat er een slechte relatie is tussen de Molukken en Nederlanders, zijn er in de loop der jaren veel problemen ontstaan. In de jaren 70 waren er gijzelingen door de tweede generatie Molukkers zich miskend voelden. De jonge Molukkers vond dat Nederland zich niet genoeg inzet voor hun vrijheid in Indonesië. De huidige generatie zet zich nog steeds in voor het oude ideaal. Toch zien de Molukkers ook dat hun leven in Nederland geworteld is en hebben gestreden voor de plek in de Nederlandse samenleving. Wat werd er gedaan dan overdag? Ja, hoe bracht de tijd door? Gewoon door een beetje te hangen, denk ik. Ja. Ja. En hoe lang hebben ze daar al gewoond? Het oude kamp in de vorm van de echte oude brakken, die zijn in 91 zijn die gesloopt. En die zijn eigenlijk in de vorm van de brakken teruggebouwd. En er wonen hier nu nog ongeveer 250 mensen, denk ik. Een eigen vrije staat, maar dat hebben ze niet gekregen. Okay. Daar is heel die... Omdat het gewoon elke keer een onderdeel blijft van... Van Indonesië. Ja, precies. Terwijl ze eigenlijk onafhankelijk willen zijn. Want Indonesië was voor Nederland, dus Nederland had ook de keuze om dat te kunnen doen. Maar dat had Nederland dus beloofd, soort van als jullie teruggaan, dan hebben jullie een eigen... Dat is het voor Nederland, maar dat is dus niet. Dat is niet meer gebeurd. Okay. En toen hebben die jongeren later ook die trein gekaapt, omdat ze de Nederlandse staat dit wilde laten gebeuren alsnog. En dat hebben ze nooit gekregen en dat is een beetje ook waardoor die frictie... Ja, precies. Nou, hier een bewuste roze paspoort. Ja, als je dan van het ene land naar het andere land komt en je wil dan een paspoort aanvragen, dan blijkt dus dat je gewoon geen nationaliteit hebt. Er was dus een paspoort waar een stempel in stond, wordt gelijkgesteld aan Nederlander, maar ja, het was eigenlijk helemaal niet fijn, want ja, je kon er gewoon niks mee. Eind jaren 70, begin jaren 80, toen zijn ze de meeste Molukkers zich laten nationaliseren tot Nederlander. En dat weet je ook niet zomaar. Ik geloof dat de hele procedure iets van 2 jaar geduurd heeft. Ja, voor je dan Nederlander was. En as I remember the story you telling me many years ago. Als ik dan nu dit hoor, als je dan beseft waar de fok eigenlijk wij een product van zijn. Ja, precies. Weet je wel, en dan. Dat is wel gek, man. Het is sowieso goed als
mensen meer over elkaar weten en afkomsten en zo, om gewoon op die manier meer begrip te krijgen, weet je. Ik denk dat je van wat voor cultuur, wat voor afkomst je ook bent, je veel dingen vanuit huis meekrijgt. Zowel normen en waarden als muziek. Ik denk dat die nieuwe generatie wel veel multicultureler ingesteld is. Ook als je gewoon Nederlands bent, dan begrijp je ook sommige Marokkaanse woorden die Seven dan weer zegt als je nu een tiener bent die op de middelbare school zit. En dat is gewoon tof. Ik vind het moeilijk om te begrijpen dat sommige mensen het niet tof vinden dat je zoveel dingen van buitenaf meekrijgt, bij wijze van spreken, weet je wel. Alles wat niet Moluks of Nederlands is, is voor mij nieuw en daarmee bedoel ik van buitenaf. En dat vind ik vet en interessant, want het verrijkt mij als persoon, denk ik. En, komt ook heel veel bij opvoeding kijken, weet je wel. Als ouder kan je best wel bepalen over hoe jouw kind erin moet gaan staan. En ik denk dat dat belangrijk is. Het is te idealitisch, denk ik, om te zeggen dat op een gegeven moment alles en iedereen moet met elkaar kunnen gaan. Want dat gaat never gebeuren, weet je wel. Ik hoef mijn buurman bijvoorbeeld niet aan te vinden. Maar de barrière van ras, geloof en al die dingen, ja, hoe meer dat weg zou kunnen gaan, hoe beter, weet je. Chill hem gewoon, doe even je ding, man. Je weet toch wat wil je? Hoe ben je daar naartoe? Oké, je hebt geregeld. Problemen oplossen. Kom op, man. Jongens, nee. Even niet. Ja, man, put the guns down. Ik zou sowieso helemaal niks van oorlog willen weten, maar ik wil daar niks mee te maken hebben, man. Ik ben helemaal tegen dat, man. Gooi gewoon met liefde. Dat is het. We hebben meer liefde nodig. Respecteer elkaar. En chill gewoon. Het is gewoon cool. Ja, het kan fucking gezellig zijn, man. Better enjoy this shit. We kunnen deze rit maar één keer doen allemaal, man. Laten we hem zo leuk mogelijk maken. En praat met je opa en oma. Ik ben Ronnie Flex. Mijn naam is Alex van der Zouwen. Ik ben Montex. En ik ben een Nederlander. En ik ben een Nederlander. En ik ben een Nederlander.